Excelsior Maassluis in de gestreepte shirts en Jong Sparta spelen een wedstrijd om des keizers baard. Beide ploegen veilig en beide ploegen spelen geen rol in de titelstrijd. Na een klein half uur een vrije schop voor Excelsior Maassluis en Daan Blij heeft daar heel veel pech. Hij doet bijna alles goed, alleen het mikken dat liet iets te wensen over. In de tweede helft de aanval van Jong Sparta. En de overtreding geconstateerd en de strafschop gegeven aan de Rotterdamse Belofte. De overtreding is van Michael Poeljes. Bukari met de strafschop voor Jong Sparta en het is 0-1 in deze streekderby. Die aan het gejuich van het publiek te horen niet echt leeft. Van den Berg dan. Wordt de voet dwars gezet, Vincent van den Berg. En dan gaat de bal kort voor tijd opnieuw op de stip. Daan Blij bepaalt de eindstand op 1-1. Excelsior Maassluis, Jong Sparta dus 1-1. En Jeroen Rijsdijk pakt een punt tegen de ploeg waar hij volgend jaar trainer is.